Dit is een proefdruk. Er staat een fout in. Vandaar dat ik hem hier heb. Het is namelijk zo dat toen ik hem afdrukte, deze, ik zag dat deze cactus toch wel heel erg onscherp was. Dus moest ik die vervangen. En dat is deze geworden. Die past er precies overheen. En dan zie je dat deze wel scherp is. Die is onscherp. En die is scherp. Zo is hij dus uiteindelijk geworden. Zie jij jezelf als fotograaf? Want je bent niet een fotograaf in de traditionele zin. Nee, ik noem me eigenlijk nooit fotograaf. Meer beeldend kunstenaar. Omdat het fotografiegedeelte, hoewel essentieel voor mijn werk, toch niet het belangrijkste is. Ik werk niet zoals gewone fotografen. Dus het is een tussenstadium voor het eindproduct. Dus ik ga wel aan de slag met de foto's. Maar ik vind niet dat ik mezelf mag vergelijken met een echte of een gewone fotograaf. Dus ik fotografeer gewoon hier kleine dingetjes met mijn iPhone. En ik fotografeer nu rommel voor het Still Life Junk. Ik heb in het begin analoog gefotografeerd, helemaal in 2003 en in de jaren 90 ook nog analoog. In de jaren 90, wat ik toen maakte, dat was vaak geknipt en geplakt uit tijdschriften en dat soort dingen. Dat was echt collage techniek die ik dan verfijnde met de computer. En dan gaat hij dus gewoon in de computer. Even geduld. En hier ben je dan dagenlang zoet? Ja. Nou, dat is wel lekker hoor. Ik zit hier heel lekker eigenlijk. Dan moet ik hem vrijstaand maken. En later ben ik alles zelf gaan fotograferen. En dat was in het begin dus met een Mamiya-camera op groot beeld. Dia's. En die moet je dan laten afdrukken. En dan moet je al die dia's gaan inscannen. Maar het is bewerkelijk. En je kan het moeilijk perfect krijgen. Dus ik heb het begin ook meegemaakt van de digitale fotografie. En die is enorm vooruit gegaan. En ja, het is, ik zou niet meer zonder kunnen. Dat maakte jouw leven een stuk makkelijker. Ja, ik denk dat ik al die collages die ik maak, kan maken ook dankzij digitale fotografie. Dat het zo makkelijk en zo snel gaat. Dus dan maak ik een maskertje. Ja, deze techniek is natuurlijk al hartstikke ouderwets allemaal. Ik doe het ook heel eenvoudig, zoals ik het in 1995 ook deed. Nou, het staat hier erin. Dus het gaat op zich best snel, toch? En daarin is op een gegeven moment dus de computer bijgekomen, die veel meer mogelijkheden gaf om diepte te creëren, schaduwtjes en dingen fijner af te werken, waardoor het veel overtuigender werd ook als beeld. De illusie die werd veel sterker eigenlijk en ja, daar ben ik mee verder gegaan. En ben je dan aan meerdere foto's tegelijk bezig? Nee, ik werk altijd maar aan één foto tegelijk. Even kijken, dit is de Junk serie. Deze is nummer 2, dacht ik. Kijk, hier zie je alle fases eigenlijk. Wat zijn werk heeft. Zo begint het. En nu komt hij steeds voller. Dat is eigenlijk mijn meest bekende werk. Maar je ziet hier de montages. En dit is het uiteindelijke gezicht geworden. Maar dat heeft een vrij lange weg gehad. Zodra je ingrijpt in de realiteit, gaat er iets wringen. Dus dat is die fictie met die realiteit die bij elkaar komen, dan gaat er iets wringen. Dus ik moet ook de gezichten monteren dan. Omdat alles gemonteerd is, om het een geheel te laten zijn. Dit is heel subtiel, dit is licht in het oog. Dus het haar. Ik had natuurlijk allerlei soorten haar geprobeerd. En dan komt het in harmonie.
En als ik een echt gezicht heb in een volledig gemonteerde omgeving, dan ja, voelt dat heel onnatuurlijk. Kijk, je kan, met Photoshop kan je natuurlijk alles bewerken tot in de kleinste details aan toe. Dus dat ga je eigenlijk automatisch ook doen. Omdat je weet dat het kan. Ja. En dat het dan beter wordt. Het is alleen, ja, een beetje veel werk. Dit is trouwens grappig. Dit zijn de allereerste collages die ik maakte, boscollages. En die zijn nog helemaal met de hand gedaan. Met de hand geknipt, dus geen computer bij aan te pas gekomen. Dus dat is uit 95 en toen begon ik eigenlijk net hiermee. Je bent ooit begonnen als striptekenaar? Ja. Nou, niet professioneel natuurlijk. Als kind heb ik veel getekend. Dit zijn oude strips. Dit is het meer later al, hoor. Dus dit is eigenlijk het einde van mijn stripcarrière. Maar ik ben altijd ontevreden gebleven erover. Dus het was iets waar ik uiteindelijk van had geconcludeerd dat ik er niet goed in was. We moeten wat anders gaan doen. Ja, en toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. En via de kunstacademie ben je in de vormgeving terechtgekomen? Ja, ja. Toen heb ik even een tijd lang als grafisch ontwerper gewerkt. Het is een vrij uniek exemplaar, heb ik. Dat is wel leuk. Die heb ik van de uitgever gekregen. Van dit boek, dat is Uitgeverij de Harmonie. En dit programma, ja, dat heb ik vormgegeven. En ik heb dit boek helemaal gemaakt. Dat was toch een programma waar heel Nederland het over had? Toen de tijd wel, ja. Het was nog net de goede tijd, zou ik maar zeggen, voor dit soort televisieprogramma's. Ik zie hier ook al de foto's van jou voorzichtig naar voren komen. Ja. Hoe is die fotografie dan begonnen? Ik heb altijd wel wat gedaan natuurlijk met fotografie, ook voor de affiches die ik in die tijd maakte. Omdat ik niet wilde tekenen, omdat dat een handtekening met zich meebracht, een stijl. Vond ik fotografie een neutraal medium om mee te werken. En door middel van collage kon je dan toch ook een eigen verzonnen beeld maken. En daar is het mee begonnen. En dat is op een gegeven moment digitaal geworden en heeft al die mogelijkheden gegeven. Ja, maar die handtekening is er wel ingekomen. Uiteindelijk is het toch een herkenbare stijl, begrijp ik, van veel mensen, ja. Dus dat is nu helemaal zo. Zo werk ik gewoon.